Vakbond FNV Bondgenoten is woedend op groente- en fruitgroothandel Van Gelder uit Ridderkerk. De 100 medewerkers van de vestiging van dochterbedrijf Verharen en Tilburg kregen gisteren een onverwacht telefoontje. Ze moeten vanaf vandaag naar Ridderkerk komen voor hun werk. Afgelopen weekend werd het bedrijf in Tilburg compleet leeggehaald. En bij Van Gelder in Tilburg zit onze verslaggever Raoul Kartens. En Raoul, wat is hier nou precies aan de hand? Ja, het is heel opmerkelijk. Het bedrijf achter mij, Verharen, het is helemaal leeggetrokken. En FNV Bondgenoten is inderdaad woedend. Want als een dief in de nacht is het bedrijf Van Gelder uit Tilburg gevlucht, zeggen ze zelf. Het bedrijf is dichtgetrokken, leeggetrokken. En de medewerkers kregen te horen van jullie moet je maandagochtend nu dus melden in Ridderkerk. Er is een conflict. Eind vorig jaar is dit bedrijf overgenomen door van Daily XL. En ja, eigenlijk werd al vrij snel duidelijk na overname dat de boel hier dicht zou gaan om bedrijfseconomische redenen volgens Van Gelder. Overleg met vakbonden en ondernemingsraad over de voorwaarden en compensatie van reistijd naar Ridderkerk. En dat is vastgelopen. Onderhandelingen lopen eigenlijk nog verder. Maar ondertussen heeft dit bedrijf dus gezegd, we trekken de boel leeg. En de medewerkers moeten maar naar Ridderkerk komen. Opmerkelijk. Ja, de medewerkers moeten dus van Tilburg naar Ridderkerk toch een klein uurtje rijden. Zijn ze vanochtend ook vertrokken? Volgens de vakbond is het merendeel van de medewerkers inderdaad naar Ridderkerk gegaan. Want je bent natuurlijk daar in dienst en je moet gewoon werken. Maar opmerkelijk is ook dat er mensen op non-actief zijn gesteld. Oftewel, die mochten thuis blijven, zijn niet meer welkom. En dan gaat het om bijvoorbeeld de plaatselijke leiding van de vestiging hier. En leden van de ondernemingsraad. En dat is ook weer raar, want toen bekend werd dat de boel hier zou gaan sluiten, is beloofd door Van Gelder dat er geen ontslagen zouden vallen, dat er geen negatieve gevolgen zouden zijn voor de werkgelegenheid. Nu zijn de mensen op non-actief gesteld, dus het conflict krijgt echt een scherp randje. Raoul, nog even heel kort, mag dit nou zomaar, een bedrijf zomaar de medewerkers zeggen dat ze naar Ridderkerk moeten gaan? Nee, volgens mij mag dit niet en volgens de vakbond ook niet, want je hebt de wet op de ondernemingsraden. En bij dit soort belangrijke beslissingen voor een bedrijf, dan moet een medezeggenschapsorgaan zoals de OR daar eerst een advies over geven aan de directie. En tot die tijd mag je eigenlijk niks doen. OR was nog druk aan het overleggen of het nou in september of in oktober dicht zou moeten gaan. En dat heeft de directie niet afgewacht, heeft de boel dus leeggetrokken. Volgens mij is dit dus in strijd met de wet op de ondernemingsraad en is hier het laatste woord er niet over gezegd. Raoul vanuit Tilburg, bedankt voor jouw toelichting.